afgelopen week van de uitreiking en beëdiging van 12 volwaardige verloskundigen plaats. De opleiding heeft 4 jaar geduurd en is tweedelig. Het is een hele moeilijke periode geweest met veel ups en downs, maar door alles heen hebben wij als verloskundige opleiding samen met het ministerie van Volksgezondheid ons doel bereikt. Dit zegt Satish Mohan, hoofdverloskundige opleiding gynaecologie van het SLANS. Ook is het ministerie reeds gestart met het beleid binnen het herstelplan zorg om zaken structureel aan te pakken. Deze opleiding is dus is een opleiding van 4 jaar. Het heeft twee delen. Eerste groep is dus groep van VWO-HAVO-studenten. Dat wil zeggen studenten die vanuit de middelbare school komen. Die worden dus nu ook geaccommodeerd op deze opleiding. Vroeger was het alleen voor verpleegkundigen, A-verpleegkundigen. Dus het eerste jaar starten we dus met VWO-HAVO-studenten. Omdat we in alle geledingen van de gezondheidszorg hebben we dus een tekort aan mensen. En dan wordt dit dus aangevuld in het tweede jaar met A-verpleegkundigen die dan de opleiding doen. In de opleiding verloskunde leer je hoe je zwangere vrouwen en hun partners voorlicht en bijstaat tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd. De verloskundige controleert jouw gezondheid en die van je baby, maar bespreekt ook met jou en je partner hoe je je zwangerschap beleeft. De opleiding voor verpleegkundigen Nieuwe Stijl is gestart in 2018 en heeft ongeveer 5 jaar geduurd. De opleiding is een gemengde opleiding. HAVO en VWO-studenten kunnen zich ook inschrijven op deze opleiding. In 2018 werd de eerste groep HAVO en VWO-studenten toegelaten en in 2019 werd de groep aangevuld met nog 12 A-verpleegkundigen. Uiteindelijk zijn 12 studenten afgeleverd aan de samenleving. Griselda van der Leeuw, hoofdverloskundige in het Diakonessenhuis, zegt dat 26 mei 2023 voor de verloskundigen van Suriname een geweldige dag is. Dit omdat zij 12 nieuwe collega's mogen verwelkomen. Er is een tekort aan personeel binnen de zorg in Suriname. We merken dat de verloskundige opleiding echt zijn schouders onder het werk zet om jaarlijks verloskundigen af te leveren. Maar met de aanwinst van deze 12 kan er nog beter en meer zorg geboden worden aan zwangeren. Gelet op onze cijfers, namelijk maternale sterftecijfers en ook de neonatale sterftecijfers, kunnen deze verloskundigen samen met de rest het landelijk probleem, maar zeker ook globaal, gaan helpen oplossen. Deze dag is een geweldige dag. Ze hebben hard moeten werken. Ze hebben bloed, zweet en tranen moeten laten om dit mijlpaal te bereiken. Maar het echte werk begint vanaf vandaag. Baby's redden, moeders redden, begint echt vanaf vandaag. En ja, verloskunde is geen wiskunde. Je kunt moeilijk voorspellen. En ik zal zeggen, blijf je stof bijhouden, blijf studeren. Blijf nieuwe uitdagingen als verloskundige aangaan. En zet je schouders onder het werk om gezonde moeders en gezonde baby's te hebben voor ons land. Want de maternale cijfers van een land, de gezondheidstoestand van een land, vertelt hoe goed een land draait. En ja, als verloskundige ben jij een van de mensen die daarvoor kan zorgen. Dus ik zal zeggen aan de verloskundige, go for it. Het is niet makkelijk, maar met God aan je zij en blijven studeren, dan kan je je doel wel bereiken. Dat zijn jullie vanaf dit moment die verloskundige.